Fabian, een 2-1 verlies hier bij Sparta in Rotterdam. Hoe boos ben je dan? Ja, heel boos. Teleurgesteld ook. Vooral de teleurstelling overheerst. Omdat je voelt in de wedstrijd dat er wat te halen is. Je hebt kansen gehad. En het kwartje valt hun kant op. En dat is gewoon vooral teleurstellend. Jij bent vooral teleurstellend. De fans die mee waren gereisd, die waren vooral boos, hè, na afloop. Kan ik me voorstellen. Weet je, er zijn geen excuses als je elke keer weer de kans krijgt om het af te maken. Dan de fans die elke keer krijgen ze te horen van nu gaat het gebeuren. En dan is er maar één reactie na een verlies en dat is dat ze boos zijn. En, hoe uitte zich dat de supporters boos waren? Je liep volgens mij naar het vak toe en zij maakte wegwerpgebaren van nou blijf maar weg. En terecht. Weet je, kijk, we spelen voor NAC, we spelen voor een grote club. En zij mogen verwachtingen hebben en dat mogen ze ook uiten. Alleen ze moeten wel weten, ze zijn niet de enigen die boos zijn. Wij zijn als spelers ook gewoon teleurgesteld en boos. Er zijn geen excuses, dus die ga ik ook niet lopen verzinnen hier. Maar kan je wel aangeven hoe het komt dat jullie opnieuw van een directe concurrent verloren hebben? Ik moet je zeggen, de vorige wedstrijden kon je misschien wel iets aanwijzen waarom we die wedstrijden verloren. Ik denk dat er vandaag geen sprake was van een tekort aan strijd. Er was geen sprake van, geen durf of wat dan ook. We hebben bij vlagen hebben we gewoon redelijk goed gevoetbald. Alleen, we hebben te veel afstandsschoten weggegeven. Daar hamert de trainer op. En dat is iets waar we ons echt, waar we wel onszelf op moeten aankijken. Maar voor de rest was dit voor mijn gevoel niet hetzelfde soort wedstrijd als tegen de andere concurrenten. Alleen dat neemt niet weg dat het resultaat hetzelfde is en dat dat gewoon balen is. Moeten de mensen in Breda, de supporters van NAC, gaan bibberen, denk jij? Want nog twee wedstrijden, kunnen jullie na competitie voorkomen? Want in feite heb je denk ik een eigen hand. Ja, zeg maar, het is gewoon balen en je kan er niet omheen dat je gewoon weer een kans hebt gemist. Alleen, we staan nog steeds, Roda zou nog steeds met ons willen wisselen. Sparta zou ook nog steeds met ons willen wisselen. Dus ja, als je het op die manier bekijkt, is er nog steeds gewoon een goede kans dat wij de na-competitie ontlopen. Dit is gewoon teleurstellend. En vandaag kunnen we alleen maar balen van dit verlies. Wordt het een mentale strijd, die twee laatste wedstrijden? Natuurlijk, het is het hele seizoen al een mentale strijd. Het is een mentale, we zijn een jong team. Maar verlies je daar niet een beetje op ook? Want ja, tegen Willem II bijvoorbeeld, vond ik dat duidelijk. Vandaag stukken minder, want ik moet zeggen, er was strijd bij NAC, absoluut waar. Alleen ik proefde in de tweede helft bij Sparta op een gegeven moment echt die wil, zeg maar, om te overleven. En ik weet niet of dat er bij NAC in zit. En soms kan je daar niks aan doen, hè? Nou ja, misschien ook. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Misschien oogde dat het zo omdat sommige spelers vermoeid waren. Dat zou kunnen. Weet je, ik zag toch dat bij ons de aanvallers misschien ook op het middenveld wel redelijk er doorheen zaten. Daar kwam ik het doelpunt uit volgens mij, de tweede. Fernandes die me kon belopen. Ja, nou, dat is niet één iemand zijn fout. Want ik sta daar ook om hem te helpen. En we moeten elkaar altijd helpen, weet je. En dat is gewoon een feit. Alleen, ja, we hebben vandaag wel gestreden voor wat we waard waren. En dat, misschien maakt dat het nog wel zuurder, weet je wel. Want je denkt van, oké, nu doen we het goede. Het juiste in zo'n wedstrijd en dan sta je nog steeds met lege handen. En dat is gewoon echt kut.